Landstede Hemmers TV wordt mede mogelijk gemaakt door Studuo. Hey Herman, tevreden? Je hebt een mooie wedstrijd gespeeld, denk ik. Met ruime cijfers gewonnen. Ja, dat was de opdracht. Het is kwartfinale beker. En die speelt thuis deze hooi te winnen. En dat hebben we gedaan. Ja. Ook wel lekker, denk ik, zo'n wedstrijd. Toch even naar de vorige wedstrijd. Dat je op die manier toch wel weer even aan het vertrouwen en een nieuwe speler. Ja, je moet ook weten tegen wie je speelt en wat je daarin moet doen. Dus uiteindelijk denk ik dat we gedaan hebben wat we moeten doen. En daar moet je ook verder is ook helemaal geen conclusies aan verbinden. Het was goed dat Mike weer op het veld stond. We speelden zonder Ralf vandaag en zonder Kevin. Dus de Beek zat een job te doen. En op het eind hebben we met de spelers die normaal in de onder 18 spelen hebben gespeeld. Ja. En Nou, Jozef heeft gespeeld. Die had je gemist de vorige keer. Die had ik vorige keer wat gemist inderdaad. Dus het is mooi dat hij nou weer laat zien waar hij goed in is. Ondanks dat ik ook daar nog wel wat makkelijke ballen weer gemist heb zien. Maar hij doet wel weer nuttig zijn in die posities. Ja, maar doe vooral waar je goed in bent en doe dat heel veel. Vind ik ook. En als dingen niet goed gaan, wees er vooral niet heel druk mee. Nee. Het is geweest, daar verandert helemaal niks meer aan. Dus het is naar voren en de volgende. Nee. Dat zijn Mike en Jokie, die hebben goed gesproken. We zijn eerlijk geweest tegen elkaar. En, ja, dat moet je toch veel laten zien. Maar alle anderen doen helemaal niet meer te zaken. Het is het eind van het seizoen en iedereen begint op nul. En wat je daarvoor gedaan hebt, doet er niet toe, want je begint op nul. Nee, het maakt nu ook niet meer uit wie je bijvoorbeeld vrijdag treft. Want Piet Kees vraagt dan wel van wie dat dan maar zijn mogen. Maar uiteindelijk moet je van iedereen nu kunnen winnen en willen winnen. En dat heb je eigenlijk in dit seizoen ook al laten zien, dat je elk team kunt verslaan. We hebben elk team gewonnen. Dus we hebben het eerder gedaan en waar het uiteindelijk ook om gaat, doe je datgene wat je kunt en laat je dat zien. En als het niet loopt, heb je dan een bepaalde houding van daar doorheen. Ja. En voor de rest kun je het heel spannend maken, maar dat is het helemaal niet. Doe je uiterste best, dan gaat dat wilskracht. Dan kan ik wel zeggen dat ik dat van Nigel wel enorm waardeer, maar die gooit de laatste wedstrijden gewoon geen pepernoten meer in. Maar die blijft wel altijd gewoon zijn ding doen en stug doorspelen. Het team blijft wel draaien daardoor. Maar als je vrijstaat, moet je schieten. En je blijft schieten en dan kun je ook het rebounden. En uiteindelijk is dat gewoon waar het om gaat. En Jonathan brak het open. Nou, dat is iets wat hij goed in is. En uiteindelijk, op het eind kon iedereen spelen. Want het verschil was in die zin gemaakt. En vrijdag spelen we weer. Dus de volgende tegenstander die doet er toe. Dat weten we over een half uurtje. En we weten waar we spelen. En voor de rest, we weten wat... We zijn morgen mee bezig en dan is het vrijdag weer... Een plannetje maken. Is het lekker om eventjes drie van dit soort wedstrijden... Maar het seizoen is klaar. Het seizoen is nu klaar. En we hebben gespeeld en we zijn zonder jaar geweest. En corona en we spelen zonder mensen. En het is allemaal in die zin anders dan dat je gewend bent. Hey, het is einde seizoen. De play-offs, een beker. Nou, vind ik een mooi idee. We spelen beker. Het gaat erom, als je wint ga je door. Dus het gaat erom. En dat geldt ook voor play-offs. De eerste ronde is 2 wedstrijden. Nou, dat hebben we ook nog nooit eerder meegemaakt. Het zijn allemaal hele korte momenten, want je kunt nu eigenlijk zondag al bekerkampioen zijn en dan is het gelijk op woensdag de maar het ligt, net wat ik zeg, het is 0-0 en alles wat ervoor gebeurd is, goed of slecht, doet er niet meer toe. Helemaal mee eens. Je neemt geen punten mee, voor mij is heel duidelijk wat je te wachten staat en ik denk dat je als sporter dit eigenlijk wil, spelen voor iets wat ertoe doet. Kijk, en ik ben heel blij geweest dit jaar met Elite A en B. En dat we in de Elite A-wedstrijden gespeeld hebben. Want als we wekelijks dit soort wedstrijden spelen, met alle respect voor Den Haag, het eerstejaarsteam. En ze hebben in de Elite B het goed gedaan. Ze hebben 5 wedstrijden gewonnen. Ze hebben de helft van de wedstrijden gewonnen. Gemaakt, hoor, die jongens. Ja. Maar je kunt ook wel zien dat het verschil gewoon groot is. Ja. Mag ik nog wat van Kevin Bleker? Die heeft niet gespeeld vandaag. Maar denk je, Kevin had een tik op de hand gehad van de week. We dachten dat het een breukje was. Nou, dat viel mee. Ja, kijk, wanneer het had gemoeten, had hij kunnen spelen. Okay. Bij wijze van spreken, dan is het... Dus die gaat wel weer meedoen in de rotatie. We gaan vanuit dat vrijdag gewoon kan spelen. Ja, okay. Landstede Hemmers TV wordt mede mogelijk gemaakt door Studuo.